zat laatst een broodje pindakaas te smeren. En toen bedacht ik de stelling: het menselijk brein heeft nog nooit iets zelf verzonnen. Dus als je denkt, ik heb nu echt helemaal iets nieuws verzonnen, dan denk ik toch wel dat dat ergens te koppelen is. Je ziet meerdere dingen, je maakt verbindingen met je hersenen, dat doe je bewust, dat doe je onbewust, dat kan allebei. En ergens komt dat samen en dan hebben we dan een nieuw idee. Maar dat is dus wel opgebouwd uit iets anders. Influence is een artistiek onderzoek op de beïnvloeding van beeld en geluid. Zowel op de makers als het publiek en ook de omgeving. Het begon allemaal in februari. Toen had ik nog allerlei plannen om visuals te verzorgen voor verschillende events waarvoor ik uitgenodigd was. Maar toen ging in één keer het land op slot. Dus dat kon niet meer. Ja, en ik kon nog maar één ding denken en dat is gewoon, we gaan gewoon door. En ik maak gewoon gebruik van de spullen die ik heb, mijn omgeving, de mensen die ik ken, om zo mijn project voor te zetten. Zo heb ik een dialoog gestart met 3 muzikanten, waarbij we reageren op elkaar met beeld en geluid. Ik ben livestreams gaan doen en ik heb een audiovisuele groep gestart. Deze 3 dingen heb ik gedaan om te kijken hoe makers elkaar beïnvloeden, maar ook elkaars werk en hoe het werk elkaar weer beïnvloedt. Wat vond jij gewoon in het algemeen van het samenspel, van het dialoog? Ik vond het eigenlijk wel heel erg leuk om op deze manier toch meer piano te gaan spelen, omdat ik dat eigenlijk best wel een beetje heb laten verwateren de afgelopen paar jaren. Van tevoren had ik eigenlijk verwacht dat ik het moeilijker zou vinden of zo, of dat ik zeg maar langer nodig zou hebben om iets te denken, maar elke keer gebeurde dat best wel snel, dus ik vond het best wel leuk om dat zo te ontdekken eigenlijk. Ik vond het erg leerzaam om op deze manier bezig te zijn met muziek en met de visual eigenlijk. Het analytische gegeven ervan vond ik wel heel interessant. Zeg maar, wat gebeurt er in het beeld? En daar dan echt gewoon proberen zo goed mogelijk geluid op te maken. Dus echt die hele verbinding tussen beeld en geluid, dat synesthetische zeg maar, dat vind ik wel heel interessant en daar heb ik wel veel uit gehaald. Daar kon ik later ook pas wat meer op ingaan. Dus die wat vloeiende bewegingen, die kwamen er later ook wel in. Ja, dat merkte ik ook. Ja. En het organische werd ook gauw duidelijk. Dat je ook. Ik was heel blij met het tweede filmpje dat je er een boomstam ligt. Yeah.
reageerde, mm-hmm. toen deed ik dat een beetje met muziek. En toen vlogen we ineens, ja, in je derde filmpje, over de oceaan en de woestijn en zo. Toen dacht ik, wat? Ja. Nou ja, dat vond ik gewoon super vet. Ceremonie. Mm-hmm. Daarmee vertellen ze de droomtijd en vertellen ze elkaar waar het water is. Wauw. Ja, dat wist ik niet. Sorry. Nee, precies. Dat is wel grappig. Dat is best wel bijzonder of zo. Ja. Dat is wel bijzonder. Zelf ga ik wel op zoek naar visuals. Dit doe ik ook gewoon door buiten te filmen en rond te kijken om me heen. Op zoek naar. Naar iets nieuws, iets dat past bij de muziek. Als jij nou bezig bent met de muziek en wat maak je dan voor mijn beeld, voel je je daar dan ook nog eigenaar van? Ik denk eigenlijk dat ik me wel eigenaar voel. Want stel je voor dat jij mij had gezegd van oké, Sterre, je hebt de opdracht om precies dit muziekstuk te spelen. Dan had ik me daar niet eigenaar over gevoeld, omdat jij precies zou zeggen wat ik moet spelen en dat had ik dan niet zelf bedacht, dat had ik alleen maar uitgevoerd. En in dit geval heb je mij niet van tevoren gezegd wat ik ervan moest maken. Ik heb dat echt zelf gecomponeerd en gespeeld. En het is echt volledig uit mijn hoofd gekomen. Dus ik voel me daar eigenlijk wel eigenaar over. Dat is ook heel apart om te realiseren hoe je allebei anders in het project staat, zeg maar. Zoals ik je ook al wel eens tussendoor heb gezegd, van jij ziet de visuals, jij reageert op mijn muziek, dus voor jou is jouw reactie waarschijnlijk de passende combo. En voor mij is dan mijn reactie daarop weer de passende combo. Die kan veranderen opeens als de visual verandert. Ja, dat heb ik bij die didgeridoo en die piano ook gezien. Dan de hele sfeer verandert gewoon. Ja, je laat je toch wel heel erg beïnvloeden dan, denk ik, door het beeld. Of juist door het geluid in mijn geval. Van wat je gaat maken. Maar ook wel weer je eigen ding. Toch is het ook weer van jezelf. Voelde je jezelf wel gewoon eigenaar van wat er elke keer werd gemaakt? Of ook als er op jou gereageerd wordt? Ja, ik denk wel dat het echt duidelijk mijn eigen geluiden zijn geweest, zeg maar. Zelf op zoek geweest naar wat ik wou maken. Natuurlijk heel erg beïnvloed door wat ik heb gezien. Maar daardoor niet minder mijn eigen geluid, nee. Dave en ik vonden dat het dialoog dat we deden, het samenspel, dat we daar meer uit konden halen.
En bedachten we dus dat we wilden gaan livestreamen. Maar niet zomaar een livestream, een live jam. Waarbij Dave live muziek maakt en ik daar live op reageer met beeld. Maar dan moet ik eerst even naar hem toe fietsen. Is Dave echt een tovenaar als het gaat om muziek? En ik ben echt super blij met de samenwerking die hieruit voort is bestaan. Het heeft ons een stuk dichter bij elkaar gebracht. Nou, gewoon zo praten. Even wat vertellen over wat deze live jam eigenlijk inhoudt. Dus hoe wij eigenlijk te werk gaan. Ja, daar heeft ook wel heel veel bij komen kijken natuurlijk met al die programma's en zo. Dat was ook niet altijd even leuk. Ja, het is echt wel een hele uitdaging om al die media met elkaar te verbinden. Mm-hmm. Om het op de een of andere manier naar buiten te krijgen. Iets wat eigenlijk een normaal ervaring is. Ik weet niet of je het zo kunt zeggen, maar als je dit in een live venue zou doen, dan heb je veel meer de mogelijkheid. Je hebt gewoon meer in je handen inderdaad wat er aan de hand is. Dan kan er nog steeds veel misgaan, maar het is iets directer. Ja, en ook altijd, wat ik wel mooi vond, was altijd tijdens, voordat we gingen spelen. Dan hebben we sowieso dat we eerst wel een klein iets voorbereiden voor onszelf. Maar altijd als het dan het moment daar was, dan was er altijd wel een hele grote spanning. En dan enorm, ook wel, terwijl het een livestream is en je hebt geen echt publiek, toch voelt het wel echt heel erg. Ja, vooral omdat je in ieder geval hoopt dat je wel, het klinkt als virtueel publiek, maar het is niet virtueel. Die mensen zijn wel echt, die hebben die muziek opstaan, die hebben niet alleen maar geklikt. En draaien de boksen uit. Uit sympathie voor wat we aan het doen zijn. Ik denk echt wel dat er mensen zijn geweest die hebben geluisterd. Mm-hmm. Dat denk ik ook wel. Ja, en ook wat te horen. En ook reacties gehad. Dus, reacties. Embrace. Toen hadden we niet echt een thema ook. Nee, dan hadden we gewoon net bedacht dat we eigenlijk een thema zouden willen hebben. En dan had ik op het eind nog in ieder geval het woord embrace. Mm-hmm. Omdat dat eigenlijk was wat ik op dat moment een beetje begon te missen. Het dicht bij mensen zijn, mensen begroeten met een omarming. En ook het gevoel hebben dat dat is wat muziek voor mij ook is. Echt een omarming. Op die manier dat het troost biedt ook. Mm-hmm. Op wat voor manier je het ook maar nodig hebt.
kunst is een mysterieuze, magische of hypnotische kracht. Het is het samenkomen van de muziek en het beeld. En wat eruit voortkomt. Ik ben een groep gestart op Facebook. De groep heet Influence. En het is voor het samenkomen van muzikanten en beeldmakers. De pagina bestaat uit 3 onderdelen, waarvan Influence het hoofdonderdeel is. Waar het allemaal om gaat. Dus de samenwerking, elkaar uitdagen, discussiëren met elkaar over muziek en beeld. En elkaar laten zien hoe het werk van een ander dus geïnterpreteerd kan worden. En zo een idee te krijgen van wat je zegt met je werk. Wat er overkomt aan mensen. Dus heb ik een keer een discussie gehad toen iemand zei dat mijn werk hippie was. Toen dacht ik, hippie? Ik ben toch niet hippie? maar het was wel interessant, want hij zag dat dus zo op die manier. En om daarachter te komen waarom iemand dat zo ziet, die vraag gewoon direct stellen. Je mag bekritiseerd worden in deze groep. En ja, om daar samen dan over na te denken, waarom zegt hij eigenlijk dat het hippie is? Is dat omdat ik er zo uitzie? Of is dat echt mijn werk? Zo kunnen we dus over dingen nadenken. Het is gewoon een mooie plek om elkaar te ontmoeten als muzikant en beeldmaker. Inject, en dat zijn injecties van samenwerkingen tussen muzikant en beeldmakers. Fire en Inspire gaat over inspirerend materiaal dat niet uit de audiovisuele scene komt. Mijn eerste post was bijvoorbeeld over een gamer, een streamer, waarbij de chat van de stream controle had over de game door code te gebruiken. Ik dacht, het is ook gaaf om dan te gebruiken voor muziek of beeld of beide. Dus dat je iets aan het spelen hebt, een basis hebt. En dat mensen van buitenaf, aan de andere kant van de wereld, kan allemaal, dat die ook meedoen. Dat die dus dingen kunnen typen waardoor je beeld is veranderd of je muziek. Als je in gesprek bent met taal en woorden, dan heb je best wel veel controle over hoe je iets verwoordt of wat voor beeld je wil scheppen, zeg maar. En ik denk dat met muziek of met beeld, wat jij dan de visuals hebt, een onbewuste inkijk krijgt. En soms ook wel heel bewust, zo neergezet, maar het is zo in your face, zeg maar, dat het gewoon zo binnenkomt als dat je hebt bedoeld. Even kijken, waar we ook alweer begonnen, was dat het VCV logo? Ja, hè? Ja, dat was wel onze eerste live. Dat was ook echt de eerste live, ja. Zeker wel, die hebben we online staan, die wordt nog steeds meer gekeken ook, omdat ik die patch ook heb gedeeld online. En daar had ik inderdaad het idee van die vormen van het VCV logo zijn op zich wel elementen waar je wat mee kunt. En toen heb je daar dat ook gebleken. Dat is wel een goede stap ook, gewoon 2 elementen en daar los op gaan, dat was sick geweest. Bij de laatste livestream die Dave en ik hebben gedaan, moest ik
ik gebruik maken van mijn omgeving, dus van de spullen die ik heb en ja, wat er buiten aanwezig is. Ik wil jullie graag meenemen in het proces hoe ik mijn fiets als visuele scratch disc heb gebruikt voor de livestream. Dus dat ga ik nu doen. Zo, de fiets is gereed. Nu nog het materiaal. Maar daarvoor moeten we naar buiten. Au. Leave way. Ja. Het was eigenlijk leave way volgens mij, maar dan kwam er een S bij. Oké, dat is ook wel. Sway, ja. Sway. Dat is een combinatie van woorden en het thema was dan mantra en natuur. Ja. Ja. Ja, die vond ik echt wel heel gaaf geworden wat je daar allemaal aan het doen bent geweest. Omdat, ja, het is echt een compleet andere ja, setup en manier om ermee bezig te gaan dan gewoon met de computer wat in elkaar te knutselen gewoon. En ik heb echt direct zoveel ideeën wat je daarmee zou kunnen doen ook gewoon. Echt, wat voor een schijven, dat je gewoon een collectie aan verschillende schijven hebt van plekken. Gewoon, dat kan papier zijn met een klein kunstwerkje of zo waar je gewoon van weet, oké, daar kan ik de juiste effect over voor of zo. Live beeld van wat hier gebeurt en als ik nu draai aan dit wiel, krijgen we het volgende blad. Dit is dus de analoge scratch disc voor bladeren, in dit geval microscopische beelden. En het is zo gaaf dat je al die structuren van die bladeren kan zien. Later kwam ik tot nog een ontdekking toen ik dit beeld omzette in een bal. Opgebouwd uit de structuren van de bladeren. En deze draait ook mee zodra ik het wiel draai. En de nieuwe structuren groeien dan op die bal. En zo kon ik dit met mijn MIDI-controller kan ik effecten toepassen. En doordat het wiel steeds ronddraait en weer dezelfde bladeren filmt, heeft het ook te maken met een mantra waarbij je steeds dezelfde zin herhaalt. Een soort van chant.
Ja, denk je misschien dat deze manier van samenwerking misschien iets meer kan bieden voor samenwerkingen tussen muzikant en beeldmaker? Zou je dit met iemand doen? Gewoon om te kijken van, past diegene wel bij mij? Ik vind dit in ieder geval wel, ja, zoals ik zei, heel erg interessant. En ik vind het voor mezelf in ieder geval heel leerzaam. Ik zou het wat dat betreft ook iedereen aanraden. Let een mooi reclamefilmpje dit. Ik zou het iedereen aanraden. Ja, nee, maar het is wel waar.